De Haringvlietsluizen zijn aangelegd om Zuidwest-Nederland te beschermen tegen hoogwater. De sluizen vormen een fysieke barrière tussen de Noordzee en de monding van het Haringvliet. Een barrière die zeewater tegenhoudt, maar die ook een obstakel vormt voor trekvissen. Voorheen werd de sluis alleen opengezet om het overtollige rivierwater naar zee te laten stromen. Sinds 2019 zetten we de Haringvlietsluizen regelmatig open, zodat trekvissen weer met het zeewater mee naar binnen kunnen zwemmen. Hierdoor kan het natuurlijk evenwicht in de rivieren herstellen. Het water van het Haringvliet wordt onder andere gebruikt als drinkwatervoorziening en door boeren om hun land van water te voorzien. Daarom is het niet wenselijk dat het zoute zeewater te ver het Haringvliet instroomt. Het zeewater mag niet verder komen dan de geografische lijn Middelharnis-Spui. Rijkswaterstaat doet meerjarig onderzoek om de opening van de sluizen zo te kunnen stellen dat er een balans is tussen binnenkomend zeewater en uitstromend zoetwater. Hiervoor meet Rijkswaterstaat het zoutgehalte zowel aan de binnenzijde als aan de zeezijde van de sluizen. We willen ook weten hoeveel zout door de sluis gaat. Om dit te kunnen volgen bouwen we nu een unieke installatie. Deze bestaat uit een bordes op een pilaar waaraan de meetapparatuur bevestigd wordt. Het verrichten van de metingen vraagt om een bijzondere constructie, want het water stroomt heel hard in de sluis. We mogen geen bevestigingsgaten in het beton boren omdat dit de dam verzwakt. Daarom hebben we een constructie ontworpen om de stallage tussen het wegdek en de bodem te kunnen klemmen. Het kan er ruig aan toe gaan in de sluis. Daarom voeren we vergelijkende metingen uit met een onbemande boot. Hiermee controleren we of de nieuwe meetapparatuur goed werkt. Voor schoonmaak en onderhoud kunnen we de meetapparatuur uit het water hijsen. Wordt een nieuwe meetinstallatie gebouwd. Met deze installatie weten we hoeveel water er door de sluis komt en ook hoe zout het water is. Dat doen we zowel bij het spuien van het Haringvliet naar de zee als bij het inlaten als het van zee naar binnen komt. We hebben ook apparatuur op zee en in het Haringvliet liggen. En met het totale, alle metingen bij elkaar hebben we een totaalbeeld van hoe het water zich door de sluis beweegt en hoe het zout water zich over de Haringvliet verspreidt. En zo blijven de Haringvlietsluizen ons beschermen tegen hoogwater. Op een manier die goed is voor de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en voor de natuur.